Dat hele lange rechte eind, als je het bos in ging. Kijk, dit is dat deel dat dus nu niet meer bestaat. Een brandgang geworden. Ja, dat is inderdaad een brandgang geworden, ja. En kijk, en dat was natuurlijk het leuke daarvan is dat je over het hele jaar bekeken is wat andere mensen voorin krijgt. He, bijvoorbeeld hier hadden denk ik de Toyota's en de Jaguars en waarschijnlijk de Arrows. Mm-hmm. Hadden hier vrij goed eruit gekomen. De BAR's ook, met de nieuwe Honda motor. Hoge rechte lijnsnelheid. Ja, precies. He, dus dat was dan een leuke variatie geweest wat het net even gewoon leuk houdt. Ook voor die teams die normaal niet voorin rijden. En wat we ook missen, dat zijn die chicanes. Hè? Als je dat bos uitkwam, dat je twee keer achter elkaar die chicanes had. Ja, precies. Hebben die natuurlijk in de jaren al langzamer gemaakt. Je nog eens een keer de vechtpartij hebben gezien tussen Piquet en zo. Ja, precies. Ja. Ja. Salazar, ja. Ja, maar dat geeft wel gewoon andere wedstrijden. Ja. En een ander circuit is, je zegt het al Jan, het is voor het publiek ter plekke is het aardiger geworden. Ja. Maar ja, de coureurs zijn er niet ontevreden over. Nee, dat zal ik zeker niet, want het is echt een fantastische baan. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat je hebt banen zoals bijvoorbeeld Magny-Cours, de nieuwe Nürburgring. En dat zijn banen die zijn vergelijkbaar. Dan heb je bijvoorbeeld de categorie Barcelona, Spa, Suzuka. Dat zijn vergelijkbare banen. Ja. En Hockenheim samen met Monza was een van die karakteristieke banen waar je gewoon echt flink met topsnelheid goed uit de voeten kwam. Indianapolis overigens ook. Ja, precies. Dan heb ik hier een persberichtje van, althans, dat hebben we van het net afgeplukt, dat Luca Badoer al heeft getraind alweer op Fiorano met, wat men zegt, een alweer gemodificeerde Ferrari. Zou dat een auto zijn waar ze vandaag of over 3 weken mee starten? Of zijn ze nu al bezig voor 2003, Mike? Wat denk je? Ja, ik denk dat ze zeker bezig zijn voor 2003. Misschien dat Schumacher, heeft hij al een keer eerder gedaan, dat hij misschien de laatste race of zo al de auto van volgend jaar probeert. Ik denk Barrichello zeker niet. Die zal zeker op het voor de betrouwbaarheid gaan, omdat ze nog de constructeurstitel willen winnen. En natuurlijk tweede worden. Exact. Maar dat betekent, Jan, als dat zo is, dat ze echt mijlen voorsprong hebben op de andere teams. Hè? Ja. Kijk, wat je altijd hebt in dit soort situaties, dat is dat je... Kijk, de andere teams die zijn grotendeels nog vaak bezig met een verleden weg te werken waarin ze wat problemen hadden. Dus die zijn nog eigenlijk meer met oude problemen bezig om die op te lossen. Ferrari heeft de zaak onder controle. En het fijne daarvan is dat ze kunnen vandaag met morgen bezig zijn. Terwijl heel veel andere teams een beetje heigend achter het paard aanredden. Al was het alleen al om financiële redenen. Ja, maar goed, het is dus opmerkelijk, want vorig jaar reden ze in de komende Grand Prix, dus die van Hongarije, reden ze al met het bodywork van 2002. Dus vorig jaar in 2001 reden ze al met het bodywork van 2002. Dus zoiets zullen ze nu ook weer gaan doen. Met andere woorden, zijn ze op dit moment in zeg maar termijn 1,5 jaar in te halen, Ferrari? Mike? Ja, dat is altijd moeilijk. Het voordeel wat je hebt is wel, de reglementen zijn al natuurlijk een tijdje hetzelfde. Ja. En dat is natuurlijk wel voordeel. Dus ik denk dat het wel steeds dichter bij elkaar komt. Alleen het voordeel van Ferrari is... Ja, dat klopt. Ferrari is ook... Maar je hebt natuurlijk wel Michelin Bridgestone. Die mag je ook niet vergeten. En ik denk dat die volgend jaar ook dichter bij elkaar komen. Ja. Dus dan komt er... Ik denk dat het wel een compacter wordt volgend jaar. Is dat ook jouw mening? Nou, ik zit daar net eventjes over te denken. Kijk, een van de nadelen die Ferrari altijd had... Ja. En een van de voordelen die ze nu hebben, is dat ze doen alles zeg maar in-house. De motoren, de chassis, alles. En dat is, als het slecht gaat, een enorm nadeel. Ja. Dan moet je het allemaal zelf uitvinden, het wiel opnieuw uitvinden. Als het goed gaat, ben je heel moeilijk te kloppen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de McLaren Mercedes... Mm-hmm. De Mercedes is gewoon een separate ontwikkeling van de auto. Ja. Williams BMW. Mm. En dat is soms, als je problemen hebt, is die modulariteit is gewoon goed. Want dan kun je af en toe scheiden en een andere motor nemen. Alleen als je... Als het goed gaat, kan het ook maar tijdelijk zijn. Okay. Maar ik vind het verschil zit hem wel vooral in de race en niet in de kwalificatie. Want kijk hoeveel... De kwalificatie ligt het zo dicht bij één. Zoveel verschillende merken, motoren, rijders, en het zit allemaal in twee tienden. Dat is waar. Goed, nou, we gaan dat zien tijdens de race. Tijdens de race gaan we wellicht ook nog wat andere dingen zien. Daar wil ik straks nog even met jullie opkomen. Want Ferrari heeft ook nog wat mensen meegenomen die normaal alleen maar testen. Ook in de pitcrew. En die mogen dan straks dingen gaan doen die we normaal van de vaste crew gaan zien. Maar daar zullen we straks even over praten. Dan gaan we de eerste keer vandaag naar Hockenheim. Vanochtend reden de coureurs daar de warm-up. U kijkt naar de samenvatting van de laatste race-test met commentaar van Ron Reinders. 18 graden is het inmiddels en men verwacht zo'n 100.000 bezoekers hier op het nieuwe circuit in Hockenheim. Het licht is op groen en de eerste auto's zijn eruit voor een installation lap.
totaal is er 49 keer gereden Formule 1 in Duitsland. Waarvan 23 op de Nürburgring en 25 in Hockenheim. En dan mist u er nog eentje en dat is de AFUS in Berlijn. Het is erg druk, iedereen gaat er gelijk uit. Coureurs kennen natuurlijk het nieuwe gedeelte van het circuit niet. Michael Schumacher maakt zich ook klaar om te beginnen. Hij heeft gezegd tegen Barrichello dat de T-car het hele seizoen verder voor hem klaar zal staan. En het team probeert natuurlijk Barrichello verder naar voren te krijgen. Hier zien we mooi het nieuwe gedeelte. Nieuwe tribune gebouwd. Het circuit is verbouwd voor zo'n 62 miljoen euro. Heeft ook een nieuwe naam ondergaan. Het circuit heet nu Hockenheimring Baden-Württemberg. En er kunnen zo'n 40.000 bezoekers meer in dan vorig jaar. Er worden ook meer ronden gereden. Dat is voor die bezoekers natuurlijk leuk. Ze komen maar liefst 22 keer vaker langs. Het oude circuit was dat 45 rondjes. En nu op het nieuwe circuit zijn het 67 ronden. Iedereen weer naar binnen. Of ze wisselen naar de T-car of de auto waar ze de race mee gaan rijden. Of laten nog even een check doen door de monteurs en gaan er dan weer uit. Zo mag je hier voor het eerst naar buiten. De afstelling is natuurlijk een probleem, maar dat doet men voornamelijk in de fabriek al. Men heeft dan een aantal basisgegevens. Schumacher krijgt luid applaus als hij hier eruit rijdt, de held van Duitsland. Op de voorposter rig, dat is een soort testbank waar de auto dan op gezet wordt. En daar worden dan de basisgegevens in de computer gestopt en wordt er een soort simulatie gemaakt van het circuit. En dan heeft men een basis setup die men dan verder uitbouwt. Het probleem is natuurlijk wel het camber van bepaalde bochten, want dat kan je eigenlijk pas proberen als je op het circuit bent. Er is ook totaal nieuw asfalt gelegd. Dat hebben we vrijdag wel gezien, want toen zag je niet de ideale lijn. Die kun je nou wel weer zien. En veel coureurs hadden toen ook problemen om op de baan te blijven. Terwijl Ralf Schumacher hier de eerste tijd gaat afpakken. 2,2 seconden is dat, maar hij zal nog verder aangescherpt worden. Überhaupt wordt het circuit sneller en sneller dit weekend. Hier het nieuwe gedeelte. Het nieuwe gedeelte is ook veel breder. Dus we straks komen in het motodroom op het oude gedeelte. Daar wordt het circuit een stuk smaller. En hier een mooie hairpin. Lijkt een beetje op Adelaide hairpin. Drie coureurs nu toe een tijd neergezet. Zato, Schumacher en Villeneuve. Villeneuve dan op zo'n 2,3 seconden. Er zitten ook wat gevaarlijke stukken in dit circuit. En dat is eigenlijk als je weer net voordat je het autodroom inkomt, staat er een muur. En dan komen coureurs toch met een behoorlijk hoge snelheid aan. Zo'n 270 kilometer per uur. En als je daar dan een stuurfoutje maakt, dan heb je een probleem. Dat is dan het oude gedeelte. Je ziet ook dat het circuit hier weer een stuk smaller is dan het beeld daarnet. Williams, het team dat 8 keer heeft gewonnen. De eerste keer was in 1979. Alan Jones pakte toen de overwinning. En vorig jaar starten beide coureurs, alle twee, van de eerste rij. 8 maal pole in totaal gehaald hier op het circuit, team van Williams. Terwijl Felipe Massa hier naar een eerste tijd gaat. 1,2 seconden gaat er vanaf. Ja, Massa nog niet zeker van het stoeltje voor het volgende seizoen. Heidfeld wel. Massa staat er vaak naast. Kun je ook positief uitleggen, want dan zoekt hij wel de limiets op van de auto. Inmiddels wat meer coureurs tijden neergezet. Salo en Panis mooi voorin. Hoge top, vooral op het stukbocht. Zo'n 310 kilometer per uur wordt daar gereden. Coulthard naar een tweede tijd. Ook McLaren heeft zijn rijders bekendgemaakt. En dat is een beetje opmerkelijk, want ze vertellen dat ze 3 rijders hebben in plaats van 2 rijders en 1 testrijder. Terwijl we hier een van de BARs een uitstapje zien maken, Villeneuve. Ja, dat heeft daarmee te maken dat Woods wel reserverijder en testcoureur blijft. Maar als er volgend jaar wellicht minder teams aan de start komen, omdat er een aantal teams het financieel niet meer kunnen bolwerken, dan mogen ze per team 3 auto's inzetten. En het is dan de bedoeling dat Woods achter het stuur kruipt en dat er 3 McLarens deelnemen aan het kampioenschap. Massa naar een eerste tijd. 2/10 van de seconde gaat eraf. En Peter Sauber knikt. Die is tevreden. Er wordt hier
ongeveer zo'n 60% vol gas gereden op het circuit. En dat betekent 47 seconden van een rondje. Als je weet dat een gemiddeld rondje hier zo naar de warm-up 1.18 is, is dat toch behoorlijk snel. Nieuwe gedeelte van het circuit. Helemaal naar achteren. Naar de heerpin. Veel coureurs hadden op dit punt ook problemen om hun rempunt te vinden. Hier teammaat van Felipe Massa, Nick Heidfeld, zoals ik al zei, wel bevestigd voor volgend jaar. Gaat hij naar een mooie derde tijd op zo'n halve seconde. Het wordt een 1- of een 2-stopper op dit circuit. Dan zien we Schumacher het Motodroom ingaan. Het Motodroom trouwens gebouwd tussen 63 en 65. En is voor het publiek natuurlijk fantastisch. Want als je hier zit, dan kan je ze mooi binnen zien komen. Een aantal bochten maken. En dan weer gas geven richting het rechte stuk. In deze bochten hebben de coureurs erg veel last van onderstuur. En een paar onboards iets verderop. Hier kun je dat nog zien. De auto glijdt dan weg over de voorwielen. Terwijl Schumacher hier 1/16 van een seconde afpakt. En de snelste tijd neerzet. Dan zijn er problemen voor een van de aero's. En dat is Heinz-Harold Frentzen. Die vaststaat daar met zijn bodemplaat net op de rand van de grindbak. Wil graag aangeduwd worden om zijn weg te vervolgen. Gebaart ook naar de baanmarshals van help me eruit. Staat er ook op een gevaarlijk punt en daardoor denk ik ook dat dit mag. De auto is vrij en hij kan zijn weg vervolgen. De bodemplaat die ook altijd gecontroleerd wordt. Er zitten ook een aantal skidbloks onder. En die skidbloks mogen maximaal 10% afslijten. Terwijl we Frentzen hier nog een keer weer achteruit zien gaan. De herhaling laten we wel erg lang uitrollen naar achter. Dat denk ik niet in de gaten dat daar de gravelbak wat sneller komt dan dat hij dacht. Over die skidboard gesproken. Marcus Schumacher heeft daar ooit in Spa nog problemen mee gehad. Finishte toen als eerste. En na controle bleek dat zijn skidbox te veel waren afgesleten en daarmee werd hij gedisqualificeerd. Jaguar, het team dat alles toch goed op een rijtje heeft. Terwijl Schumacher hier een uitstapje maakt in de grindbak. De auto fantastisch trouwens onder bedwang houdt, hier zien we het nog een keer. Je ziet die auto zich ook helemaal zetten in de veren en in de banden. 1,4 bar gaat er meestal in een Formule 1 band. In tegenstelling tot de auto waar u waarschijnlijk in rijdt thuis. Dan zit tussen de 2,5 en de 3 bar in. Stand tot nu toe. Michael Schumacher dus op een eerste tijd. Gevolgd door teammaat Barrichello, Massa, Fisichella, Panis die met de Honda erg goed voorin zit. En het volgende rijtje wordt aangevoerd door Ralf Schumacher, Raikkonen, Irvine, Sato, Salo, Button, Trulli en Frentzen. Dat is de nieuwe tribune waar u net een glimp van zag. En Barrichello zit onder de tijd van Schumacher. Komt dan het Autodroom in. En we zagen dat daar gisteren toch de meeste coureurs het verlies leden. Gaat hij dan de laatste bocht door? Beetje curbstones. En gaat naar een eerste tijd. Je ziet dat het allemaal vrij close is. Weet ook maar net de tijd te verbeteren. Een 400ste van een seconde. Maar Schumacher is wakker. En die denkt die tijd is van mij. En die pakt hem af. 2/10 gaat er dan weer af. En zo wordt de tijd steeds scherper en scherper. Opnieuw een uitstapje daar voor Schumacher op hetzelfde punt. Deze keer iets minder wijd. Het is trouwens ook zo dat de laatste 7 jaar er steeds verschillende coureurs waren die de Grote Prijs van Duitsland hebben gewonnen. Michael Schumacher deed dat in 1995. 96 was dat Damon Hill. 97 Gerhard Berger, die hem trouwens 2 keer wist te winnen. En Mika Hakkinen deed dat in 1998 voor McLaren. Eddie Irvine in de Ferrari F399. Het jaar dat Salo ook reed en Michael Schumacher thuis zat met een gebroken been. In 1999 dus, 2000 Barrichello. En afgelopen jaar was dat Ralf Schumacher. We hebben ook een aantal Duitse teams gezien, Formule 1 teams. Om er een paar te noemen was dat bijvoorbeeld Wolf, ATS en Zakspeed. Zakspeed reed ooit nog voor een van onze Nederlandse Formule 1 coureurs, de manager van Jos Verstappen, Huub Rotengatter. Reed in 1986 voor dat team. Teammaat was toen Jonathan Palmer. Heeft 11 Grand Prix voor het team van Zakspeed gereden. Ook Duitsland viel uit toen in een 21ste ronde door versnellingsbakproblemen. En winnaar van die race was toen Nelson Piquet. Ja, BMW vorig jaar natuurlijk oppermachtig hier op het circuit. De motor die erg hoog topsnelheid draaide.
En dat natuurlijk uitstekend van pas komen op dit circuit. Dat is nu niet meer zo. Montoya trouwens 5 poles op een rij gehaald. Vond hij ook niet zo heel erg dat het nu niet het geval was. We gaan het nu proberen om van een andere positie de race te kunnen domineren. We zullen straks zien of dat ook daadwerkelijk het geval is. Enorme vertraging. Staan in 18 meter stil trouwens Formule 1-auto's vanaf 160 km per uur. Gigantische G-krachten komen dan op je hoofd. En dat is ook wat de meeste coureurs ook zo'n fantastische ervaring vinden. De remvertraging van zo'n Formule 1-auto. Gekeurd en goed bevonden door Sid Watkins is Fisichella. Rijdt weer, heeft gisteren fantastische dingen laten zien. Gaat hier ook naar een mooie derde tijd. Eddie Jordan trouwens contact opgenomen met Uwe Andersen van het team van Toyota. En gevraagd wat het leasen van motoren kost. Want de Honda motoren zijn exit voor het team van Jordan volgend jaar. Zijn er wel erg sterk deze race. De laatste update is gekomen. Montoya naar een derde tijd. Maar Uwe Andersen heeft daar negatief op gereageerd. Heeft eigenlijk gezegd dat het team de handen vol heeft. Aan het leveren aan hun eigen team natuurlijk. En niet nog een team kan voorzien van motoren. Maar na die tijd werd hij ook weer wat vaag en wilde hij eigenlijk verder niet op ingaan. Dus we zullen zien hoe dat verder gaat. Barrichello dan tweede getraind. Stapt uit en wisselt nog een keer van auto. Want zoals al gezegd is de T-car van hem. BAR dat volgend jaar versterking krijgt van Jensen Button. En Button elke keer nog in de punten gereden hier op Hockenheim. Moest vanaf 2000 starten achterin, maar werd toen toch heel knap vierde. En Olivier Panis, teammaat van Villeneuve, wordt erg nerveus. En dat resulteert in bijzonder sterk rijden. Want ja, voor hem is het natuurlijk een beetje onzeker of hij wel of dat hij niet kan blijven. En als hij kan blijven, of hij dan testcoureur wordt of weer achter het stuur kruipt. En wordt hij daardoor erg opgenaaid. En ja, zoals ik al zei, bijzonder snel onderweg. Dat is het andere nieuwe gedeelte van het circuit. Ook een soort autodroom, maar dan wat kleiner. Montoya naar een derde tijd. Alles nieuw asfalt. Mooie lange uitloopstroken. En er wordt ook geklaagd een beetje over het hele lange rechte stuk. De parabolica. En als je dan daar weer in een hairpin komt, zou daar asfalt wat daarachter ligt niet vertragend genoeg zijn voor slippers. Althans, dat zegt Jensen Button. Montoya dan in de laatste bocht. Duidelijk zien dat de auto erg veel last heeft van onderstuur. Een andere coureur die ook veel genoemd wordt en ook bij Jordan, dat is Heinz-Harald Frenzen. Maar dat wordt ook weer tegengesproken. En het laatste bericht is dat de Duitse post toch met klem gevraagd heeft om een Duitse coureur aan te trekken. En Heinz-Harald Frenzen daar wellicht weer in beeld zou zijn. Zijn naam werd ook even genoemd bij Toyota. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Een ander team dat wellicht ook nieuwe coureurs krijgt, dat is het team van Jaguar. Ford heeft een ultimatum gesteld dat het beter moet gaan. Want anders hoeven er helemaal geen nieuwe coureurs aan te treden, want dan trekken ze de stekker eruit. En dat betekent dat het over en sluiten is. De Jaguar doet het wel beter. De auto heeft veel minder last van onderstuur, de R3. En de balans in de auto is ook veel beter, zegt Niki Lauda. En dat heeft Eddie Irvine nog eens een keer weer bevestigd. Dan gaan we weer het autodroom in. Helemaal volgebouwd met tribunes. Daarom kunnen er ook zo'n 100.000 mensen, zoals ik al aan het begin van de warm-up zei, kwijt in het nieuwe circuit. En het is ook nog eens totaal uitverkocht hier. Campings vol met mensen aan de overkant van de snelweg die achter de hoofdingang ligt. En Montoya die hier naar 1,6 seconden onder de snelste tijd in de warm-up rijdt. Nog een van de Jordans onderweg, terwijl Ross Brawn alles bekijkt vanuit de pits. Barrichello is in het eerste en het tweede gedeelte wat verloren. Hier in het derde gedeelte, het motodroom, staat hij ook zo'n 1,2 tiende van een seconde achter op de snelste tijd. Komt dan over start en finish en gaat naar een tweede tijd op 1 tiende van de snelste tijd. We zullen ook maar 21 auto's op de baan zien.
heeft het ongetwijfeld gehoord. Opnieuw Alex Jong niet gekwalificeerd buiten de 107%-regeling. Dat is de vierde keer. Drie keer mocht hij niet meerijden. En één keer wel, terwijl Raikkonen hier naar een derde tijd gaat. McLaren ook weer de zaken beter voor elkaar. Komen steeds verder weer naar voren. Waren vorige Grand Prix natuurlijk ijzersterk. Met deze man, Raikkonen. Die op het laatst een foutje maakte en dat zijn allereerste overwinning kostte. Maar ik denk dat er weer een goede opgaande lijn te zien is bij Mercedes. Dat hadden ze ook wel nodig, want jaren waren ze dominant. En dat is nu overgenomen door de Ferraris. Ralf Schumacher won, zoals gezegd, de Grand Prix van Duitsland vorig jaar. En we zullen zien wat hij dit jaar van maakt. De motoren hebben natuurlijk een erg hoge top. Maar dat is niet zo belangrijk op dit circuit. Ondanks dat het nog wel een heel snel circuit is als je de Grand Prix bekijkt. De Grand Prix afstand, de gemiddelde snelheid is natuurlijk erg hoog. Maar niet meer zo hoog als dat het ooit was. Vierde tijd voor Raikkonen. Met nog zo'n kleine 5 minuten te gaan komen we bijna aan het eind van de warm-up. De laatste fijne afstellingen zijn gedaan. Er zijn de meeste teams natuurlijk erg druk mee geweest. Een aantal teams hebben zondagavond na de grote prijs van Frankrijk alles nog klaargemaakt. Hier gearriveerd op de dinsdag. Gelijk doorgereden, niet meer terug met de trucks richting fabriek. Maar rechtstreeks van Magny-Cours hier neergestreken bij het plaatsje Hockenheim. Bij Mannheim in de buurt, in het zuiden van Duitsland. Altijd erg gezellig, een hoog bokworstgehalte altijd, een biergehalte hier in Duitsland. Campings vol met feestende mensen. Vorig jaar erg zwaar weer geweest, waardoor nog een aantal mensen gewond zijn geraakt door blikseminslag. Dat hebben we gelukkig dit jaar niet meegemaakt. Moet u zeker een keer gaan bezoeken deze Grand Prix. Erg mooi om te zien, 's avonds ook erg veel feesten. Het echte Formule 1 gevoel wordt door iedereen hier wel uitgedragen. En het is erg gezellig, kan ik u verzekeren. Michael Schumacher gaat dan ook de laatste bocht in. Probeert die tijd van Barrichello te pakken, maar gaat daar erg wijd. Wil te veel, gaat over het gras en ja, dat gaat natuurlijk dan ook niet lukken. Maar Panis wel. Zoals ik al zei, man is ijzersterk, voelt de druk of hij wel of niet kan blijven. En traint hier zomaar naar een eerste tijd in de warm-up. Dat is erg knap van de man. Honda heeft gezorgd voor nieuwe motoren. Bij Jordan heeft Sato daar de vorige Grand Prix al mee gereden. Maar nu is de rest ook voorzien van deze snelle Honda-motoren. Nou, dat hebben we allemaal gisteren bij de kwalificatie kunnen zien bij Olaf Mol. En ook nu weer. Opnieuw Schumacher daar wijd. Komt daar bijzonder hard de bocht in. En ja, er is veel last van onderstuur, wat ik al een paar keer verteld heb. Ja, dan maak je toch een uitstapje naast de baan. Maar het gaat allemaal goed. Meneer Fisichella, ook de man met de Honda-motoren in de auto. Gaat naar een eerste tijd. Het wordt erg spannend straks tijdens de race. Want we zullen zien hoe ze daar houden. Of ze heel blijven. En of ze ook verder naar voren kunnen komen als dat ze nu staan. Dat zou voor Eddie goed uitkomen. Terwijl Barrichello hier naar voren gaat. Heel ietsjes haalt hij er weer vanaf. Hij staat op nummer 1 in de warm-up. Ralf Schumacher dan. Wil te veel. En de grip is er natuurlijk ook nog niet vanwege het nieuwe asfalt. Maakt dan een uitstapje. Gebeurt verder niets. En kan zijn tijd of zijn ronde weer vervolgen. Michael Schumacher dan. Opnieuw nummer 1. Andere Jordan-coureur Sato gaat dan naar een vijfde tijd. Ook mooi voorin. En misschien komen de tijden van Eddie Jordan dan terug, dat hij weer overwinningen kan pakken. Inmiddels is het zwart met wit gevallen. En dat betekent dat we de balans op gaan maken. Hier zijn we dan. Schumacher op een eerste tijd. Barrichello tweede. Eerste rijtje trouwens bijna Bridgestone, daarna komen de Michelins in de vorm van David Coulthard, Ralf Schumacher, Raikkonen en Montoya op een tiende plek. Volgende wordt aangevoerd door Massa, Bernoldi, Trulli. Trulli trouwens die hier 6 keer gewonnen heeft uit pole position in zijn Formule 3 tijd en bij zijn Formule 1 debuut 4e werd. Dan gaan we verder met De La Rosa. Irvine staat er nog boven. Salo, Villeneuve. En zo gaat het naar beneden naar Eros Frenzen op zo'n 3,1 seconden. En het rijtje wordt afgesloten door Mark Webber, de enige Minardi-coureur, op 3,4 seconden.
Nou, het ziet er dus goed uit voor Michael Schumacher om na zijn eerste zege in 1995 op het circuit van Hockenheim, op het vernieuwde circuit, zijn landgenoten weer eens te verblijden met een zege. Maar dat zullen we vanmiddag gaan zien. We komen toe aan de Nederlandse autoracerij. De Renault Clio's reden op het circuit van Zolder als omlijsting van het wereldwijde actieprogramma Stop AIDS Now. De man aan de finish met de zwart-wit geblokte vlag is Jos Verstappen. Maar we beginnen met de Toyota Yaris Cup. Daarvoor kwamen de coureurs elkaar tegen op het circuit van Assen. Cupcoördinator Edo Maaschalk legt precies het verschil uit tussen een straatjaris en een racejaris. Het grootste verschil tussen de Yaris die op de weg rijdt en de raceversie is wel dat wij werken met een andere computer, waardoor het hele motorvermogen anders is. De auto komt af fabriek met schijfremmen rondom, wat dus de 1300 standaard niet heeft. Hij heeft ook geen stuurbekrachtiging, de raceauto, want dat wordt in de race toch niet gebruikt. En hij heeft een analoog dashboard, terwijl dus de standaardversie heeft een digitaal dashboard. De auto wordt standaard geleverd. Die wordt door een rijder of een team of een tuner wordt die helemaal uit elkaar gehaald. He, alle bekleding gaat eruit, stoelen gaan eruit. En we leveren een racekit, he, waar een rolkooi in zit, brandblusser, andere stoel. Maar ook een heleboel dingen die dus op de motor van toepassing zijn. Er komt een heel ander onderstel aan. Er komt een ander remsysteem op. Het ABS-systeem gaat er onder andere af. En wat de rijders kunnen doen om de auto zo af te stellen zoals zij hem graag willen hebben, is met zogenaamde unibolts, dat zijn verstelbare kogels, waar kunnen ze dus de wielstanden een beetje binnen grenzen aanpassen zoals zij hem dus graag willen hebben. En een ander ding wat ze tijdens het rijden ook kunnen doen is de druk in het remsysteem naar de achterwielen kunnen ze met een knop naast zich op de tunnel kunnen ze dat variëren afhankelijk of ze meer of minder druk op die achterwielen willen hebben. Het is zoals je de remdruk wat meer op de achterwielen zet. Nou, ten eerste rem je dan natuurlijk in totaal harder. Het risico is wel dat dan de achterwielen gaan blokkeren. Op het moment dat voor een bocht de achterwielen blokkeren, dan heb je natuurlijk een probleem. Dan komt de achter wat meer om. Ja, dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Het is natuurlijk wel zo dat je het ook weer kunt gebruiken om enigszins de bocht in te sturen. Nou, de auto rijdt als een echte raceauto. Alles is dus opgebouwd als een echte raceauto. En zo voelt het ook op het circuit, zeg maar. De auto is heel direct. Alle comfort is natuurlijk verdwenen. Puur voor het gevoel te krijgen wat de auto precies doet op de baan. Zodat daar de afstellingen naar gedaan kunnen worden. De vierde ronde gaat dan van start op het gasvrije TT-circuit van Assen. In de rode auto Marvin Costa als snelste getraind. En Paulien Zwart in de roze auto als tweede. Dan gaan we richting de nationale bocht. Er is wat trekken en duwen hier met Tim Buijs, die dan instuurt en met twee wielen daardoor de bocht heen gaat. Lokale held Martin Tripp, die daar de toeristische route kiest, maar uiteindelijk toch zijn weg kan vervolgen. En het hele veld, drie rijen dik maar liefst, is dan op weg richting de veenslang. Marvin Koster wordt zo erg onder druk gezet door Paulien Zwart dat hij zijn eerste plaats moet afstaan. En dat betekent dus dat Paulien Zwart hier aan kop gaat. Marvin Koster duikt dan wel gelijk achter in de bumper om aansluiting te blijven houden bij Paulien Zwart. Dan is daar het volgende race-incident. Robert van Os, die hier Nick Jansen aandrukt, niet erg netjes, want hij gaat hier in de stekker wel toch wat wijd, maar kan wel zijn plaats behouden. Het is niet de wedstrijd van Patrick Borst, die er nu nog wel bij zit, maar straks uit zal vallen door een defecte thermostaat. In de gele auto Nicolette van de Hoek Oostende, winnares van de vorige wedstrijd van de Yaris Cup, haalt hier Ivo Berger in. Dan gaan we eens onboord bij de Toyota en dat doen we bij Marco Scholten. En Marco Scholten weet heel mooi Jeff Hagelen hier uit te remmen, want hij is op jacht naar Ivo Berger in de gele auto, die daardoor wat onder druk wordt gezet, wat vroegtijdig remt, de wielen blokkeert, maar toch zijn plaats kan behouden. Dan gaat het duimpje omhoog. Bedankt netjes voor het voorbijlaten en op jacht naar meer plaatsen winst in de wedstrijd. Dat hoeft Paulien Zwart niet meer te doen, want zij gaat hier aan kop, maar wel bumper aan bumper achtervolgd door Marvin Koster. Nicolette van de Hoek Oostende drukt hier dan nog Lennart Klein van Willigen bijna van de baan, maar ook die kan zijn weg vervolgen. En Nicolette heeft daardoor schade opgelopen aan de auto. Renate Zanders heeft technische problemen, haalde de finish niet en was echt woedend. Paulien Zwart en Marvin Koster hebben dan een mooi gat geslagen met de rest van het veld door erg goed slipstreamwerk. En Koster blijft Zwart onder druk zetten. Het volgende groepje met Nicolette van de Hoek Oostende, die technische problemen heeft, want de rest wil er voorbij. Marco Scholten wil kosten wat het kost er voorbij. En Nicolette geeft geen ruimte. Komt daarna in de problemen, slipt, neemt ook nog de teamgenoot mee.
En Marco Scholte heeft daar een mening over. Wat doe je nou, Nicolet? Dat was helemaal niet nodig. Ik ben gewoon sneller. Jeetje, Mina. Ja, daar is dan het volgende probleem. Marvin Koster raakt daar een bandenstapel en heeft een complete voorspoiler onder de auto. En dat gaat natuurlijk plaatsen kosten. Want Lennart Klein van Willigen pakt inmiddels de tweede plaats. Want hij heeft het gat helemaal dichtgereden door dit incident. Dan zijn we aan boord bij Ben Schilperoort, die daar André van Wonderen rechtuit ziet gaan. Dus weer een plaatsje wint. En daar zijn dan de koplopers in de wedstrijd. Er is nog steeds heel veel druk. U hoort het aan het publiek. Zal ze het halen of zal ze het niet halen? Paul Lienzwart gaat toch als eerste over de meet. En Lennart Klein van Willigen een hele mooie tweede plaats. Degene die ook erg blij was in derde wet is Tim Buijs. Vorig jaar maakte ik dus wel een paar fouten met niet goed afhouden. Dus ik heb het toen wel goed geleerd. Dus ja, gewoon goed in de gaten houden, goed in de spiegels kijken. Het laatste rondje hadden we even een botsing met elkaar. Maar dat is racen, dus topwedstrijd. Was echt leuk. Ik dacht, het moet gewoon deze keer. Snelle tijd, de trainingstijd. Sterk gestart. De start was iets minder. En ja, veel geluk gehad dat Marvin Koster net een bandenstapel raakte. Waardoor ik toch nog tweede kon worden. En bijna eerste. Ja, bijna eerste. Maar ik dacht, we moeten alle twee op de baan blijven. Dus rustig aan maar. Laatste rondje gaan er twee nog, tenminste één gaat eraf. En ik haal Marvin nog in. Die had, die lag zijn bumpers had eronder of zo. En ja, derde. Super. De uitslag van de race. Paulien Zwart is op een eerste plaats. Tweede Lennart Klein van Willigen. Derde Tim Buijs. Vierde Jeff Hagelen. En vijfde Marvin Koster. In het algemeen klassement gaat Paulien Zwart ook aan de leiding. Tweede is Patrick Borst en derde Tim Buijs. In de Ladies Cup gaat Paulien Zwart ook aan de leiding, gevolgd door Nicolette van de Hoek Oostende op een tweede plaats. En derde is Carlijn Bersma. Op het circuit van Zolder ging het niet alleen over het racen met Renault's Clio, maar ook over veiligheid op alle gebieden. Ik doe het veilig. 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 Ik doe het veilig, want ik zit in een veilige auto met rolkooi, veiligheidsgordels en brandblusser. Nou, mijn naam is dus Peter Kandriessen. Ik ben 25 jaar, woonachtig in Baambrugge. Ik race nu al een 18 jaar totaal, 11 jaar in de karting gezeten, 5 jaar Formule Renault gereden en sinds vorig jaar in de Clio Cup. Uiteraard heeft de autosport wel een verhoogd risico wat gevaar betreft, maar dat denk je bij het rijden niet bij na. Ik denk als je aan het rijden bent en je gaat erbij nadenken, dan gaat het meestal mis. Je zit eigenlijk in een soort kooi met je lichaam en daarom zitten dan alle aspecten die de veiligheid garanderen. Geen airbag op dit stuur, wel een 6-puntsgordel en die moet eigenlijk de grote klap opvangen. Nou, sinds de crash van Phil Bastiaans op Assen, een tijd geleden, is deze band ingesteld. Dit moet ervoor zorgen dat met een gevaarlijke crash en het raam mocht eruit vliegen, dat je arm binnen boord blijft. En om de veiligheid te garanderen dragen we natuurlijk brandvrije kleding, ondergoed, overal en natuurlijk een helm. Ik heb geen teamgenoot die me kan ondersteunen. Het is heel moeilijk, alle ontwikkeling van de auto moet ik zelf doen. Ondanks dat je met 6 andere rijders bent, krijgen we daar niet genoeg feedback van. Ja, dat is een handicap die ik heb ten opzichte van mijn concurrenten, maar daar zal ik mee moeten leven. Het is niet anders. Ik ben Eduard Peters, ik ben teammanager van Kim Racing. We zijn met 6 auto's actief en we hebben zelfs een paar toprijders erbij, waaronder Patrick Andriessen. En waar we goede resultaten mee halen in dit seizoen. Eigenlijk is het hele team een gezelligheidsteam, moet ik altijd zeggen, bij ons. Maar met Patrick Andriessen, onder andere zijn we gewoon heel serieus mee bezig om daar het kampioenschap mee binnen te halen. Het is natuurlijk ook voor het team heel belangrijk dat je toch de kwaliteit en alles hebt om vooraan in mee te kunnen rijden. We leren van elkaar, maar het rijden leer ik toch altijd. En concentreren, moet ik zeggen, dat leer ik heel erg van Patrick. Dus dat betreft zijn we heel blij met Patrick en zijn goede rozen. Dus daarom.
De Renault Clio-coureurs hadden een druk weekende met een kwalificatie, een kwalificatierace en een hoofdrace. We beginnen met de kwalificatierace. Robert van den Berg had het in de kwalificatie goed gedaan en mocht nu vanaf pole position starten. Daarachter waren het Michel Blekemolen, Sebastian Blekemolen en de jonge, snelle, maar ook onstuimige Christian Frankenhout. Vervolgens de ervaren Rob Karst op de vijfde positie. Karst die ook nog DTCC reed. En een heel grijs verleden Citroën Saxo nu in de Renault Clio Cup. Marcel Kessler is de volgende coureur die we hier zien. Hij begint de kwalificatierace als zesde. Hier is Kessler in beeld. En vlak daarachter Patrick Andriessen, die we eerder al zagen. De start van de 10 ronden tellende kwalificatierace. 42 auto's gaan er van start en er zijn er heel wat bij die problemen hebben omdat hun achterbanden nog wat koud zijn. En dat is uiteraard nooit lekker voor de wegligging. Kijk maar in de eerste bocht. Rob Karst en Christian Frankhout komen met elkaar in aanraking. En Patrick Andriessen, als een volleerd slalomspecialist, slingert hij door de auto's heen. Dan volgens Robert van den Berg aan de binnenkant van de bocht de rood-gele auto. Sebastian Blekemolen aan de buitenkant. Van den Berg is ook een van die mensen die wat last had met de achterkant van zijn wagen. Door de koude achterbanden is er nog niet genoeg grip. En Sebastian Blekemolen maakt daar slim gebruik van. Sebastian Blekemolen dus eerste, gevolgd door Robert van den Berg en dan Michel Blekemolen. Duidelijk te zien hoe dwars de wagen van Robert van den Berg gaat. Van den Berg had duidelijk even tijd nodig om de achterbanden van zijn Clio op temperatuur te brengen. Toen het eenmaal het geval was, ging het ook stukken beter. Hugo Charles, de witblauwe auto. Ook hij heeft nog wat last met de wegligging van zijn Clio. Hij gaat wat te wijd. Charles zal later in de race nog wel de snelste ronde rijden. Maar dat gebeurde in de achtste ronde van de race en zover zijn we nog niet. In de tweede race zorgde Charles op een hele andere manier voor spektakel. Maar dat zien we later. Robert van den Berg, zoals ze zegt, zijn bandjes zijn lekker op temperatuur. En hij pakt de eerste plek weer terug. Op de plaats waar eerder Sebastian Blekemolen hem passeerde, doet Van den Berg nu hetzelfde Blekemolen. En dus 1, Robert van den Berg, toch verrassend. 2, Sebastian Blekemolen. 3, nog steeds Michel Blekemolen. Gaan we wat verder naar achter in het veld. Gaan we aan boord bij Martin de Klein. Zit eerste rang bij een aantal fraaie gevechten voor hem. Onder andere Evert Kroon zien we hier in beeld. En dan Rintje Ritsma die door het gras heen gaat. Ritsma die de tweede race van de dag niet meer mee mocht rijden van de Marshalls. Die vonden dat Ritsma wat te fanatiek had gereden. Wat hem betreft reed Ritsma deze keer dus een scheve schaat. Menno Kuus en Arnold Kalf kwamen ook met elkaar in aanraking. Hier zien we Menno Kuus die door het gras moet. Zoals altijd in de autosport was deze aanvaring voor tweeler uitleg vatbaar. Al uit de kamikaze actie in de chicane. Of nee, niet in de chicane. Even denken hoor. Adrenaline is een beetje hoog, sorry. Je hebt die haakse rechts, ik weet niet hoe die heet, voor die chicane het recht stuk op. En ja, hij zet hem ernaast wat niet kon. Punt. Dat is het. Ja, ik weet niet. Ik zit er gewoon naast. Hij stuurt gewoon in. Ik bedoel, mijn voorwiel staat bij zijn voorwiel ongeveer. Als je even kijkt, dan zie je dat ik rijd er gewoon zo naast. Ja, jammer. Dat vind ik jammer, want het ging gewoon hartstikke super. En we lagen net buiten of net binnen de top 10. En dat ging gewoon helemaal goed. Hij, jammer, hij heeft grote spiegels, had hij beter moeten gebruiken. Als Robert van den Berg in zijn spiegels kijkt, ziet hij Sebastian Blekemolen, die achter hem als tweede eindigt. Michel Blekemolen komt als derde over de finish van deze kwalificatierace. Wat had Bleek te vertellen? Van den Berg, die maakte de eerste ronde toen hij de kop nam, maakte hij die twee gigantische fouten. En daar ging ik helemaal door dwars. Daar kwam ik ook een eind achter te liggen. Maar ik kan hem ook niet houden, want hij rijdt domweg sneller. De eerste paar rondes was de auto heel erg listig achter. Het brak helemaal uit. Hier in de eerste bocht kon ik ze nog net achter me houden. Tweede bocht ook nog. Derde bocht brak hij weer uit. Nou, toen moest ik hem voorbij laten. Toen ging hij dus ook voorbij. Toen ben ik achter hem aangereden. Toen werden mijn banden kwamen beter op temperatuur. Toen ging het eigenlijk hartstikke goed. Nou, en op een gegeven moment zag ik gewoon dat ik ietsje sneller was dan hem. Toen ben ik hem voorbij gegaan hier bij de chicane hier. En vanaf toen eigenlijk perfect eigenlijk. Gewoon foutloos gereden en 100% gewoon. Al dus Robert van den Berg die inderdaad werd afgevlakt door Jos Verstappen. Die ook aanwezig was op het circuit van Zolder bij de anti-AIDS bijeenkomst. Terwijl Sebastian Blekemolen zijn zenuwen gaat lozen, staat Robert van den Berg als winnaar van de kwalificatierace op de eerste startplek. Hij mag van pole position starten. De uitslag van die kwalificatierace was immers tegelijk de startopstelling van de hoofdrace. Michel Blekemolen die de tactiek bespreekt en zich afvraagt hoe die van den Berg, die toch wel heel erg snel was in de kwalificatierace, te lijf kan gaan. Marcel Kessler start als vierde, daarachter is het Hugo Charles.
Deze race gaat over 14 ronden, 4 ronden langer dan de kwalificatierace. Gelijk in de eerste bocht heel veel spektakel. Let op de twee blauw-witte auto's die hier nu net even uit beeld gaan. We zijn nu aan boord bij Marcel Kessler en hij raakt Hugo Charles. Charles komt terug in beeld. En kijk op de linkerkant van uw scherm. Daar wordt duidelijk wat voor een enorm ongeluk Hugo Charles meemaakt. Een waanzinnige klapper. We zijn wel het gewend in de Renault Clio Cup, maar dit is wel een hele erge klap. Tegelijk marshals en medische verzorging bij de auto van Hugo Charles. De andere coureurs die rijden 4 ronden achter de safety car, zodat de marshals de ruimte hebben om Charles even te helpen. Aan boord van Hugo Charles zien we de impact van het ongeluk. Beelden spreken voor zich. Hugo Charles die wegkwam met dit ongeluk met toch wel wat geluk, kunnen we zeggen. Ook al heeft hij een gescheurde nekwervel, een gescheurde rugwervel en een gebroken rugwervel. Maar het goede nieuws is dat Hugo geen blijvend letsel overhoudt aan deze klap. De woensdag na de race alweer thuis was, weliswaar met heel veel pijn. Ons toestemming heeft gegeven om deze beelden uit te zenden en volgend jaar weer wil racen. De herstart na 4 ronden achter de safety car. Robert van den Berg nog steeds op kop. Hij blijft verbazen. Dan nog steeds ook Sebastian Blekemolen als tweede. Daarachter Michel Blekemolen. Robert van den Berg, die overigens net als Patrick Andriessen ook een aantal jaren Formule Renault achter de rug heeft. Daar deed hij het redelijk, maar hier in Renault's Clio op zolder doet hij het erg goed. Snelst in de kwalificatie, snelst in de kwalificatierace en ook snelst in de hoofdrace. De belangrijkste race voor de Renault's Clio in het weekend op zolder. Sebastian Blekemolen ook het hele weekend achter Robert van den Berg. Maar uitgezonderd de eerste paar rondes in de kwalificatierace kwam Sebastian er niet langs. En een gevecht om de vierde plek in de hoofdrace tussen Frans Verschuur en Patrick Andriessen. De een zeer ervaren, de ander ook al ervaren, maar voornamelijk in de karts en de Formule Renault. Maar Andriessen is net als Robert van den Berg bezig met het opbouwen van een fantastische carrière in de tourwagenracerij. Evert Kroon even door het gras. Hij moet Eduard Peters voorbij laten. Maar uiteindelijk wordt Kroon 15 en zakt Eduard Peters terug naar de 18e plek. Marcel Kessler goed gestart. Geschrokken uiteraard van het ongeluk van Hugo Charles. Ook nog een keer teamgenoot van Kessler. Zit hij momenteel wel eerste rang bij een aantal fraaie gevechten. De groen-zwarte auto vooraan in beeld is Fred Krap. Krap reed ooit Formule 3. Hij reed nu een gastoptreden in de Renault Clio. Krap zou prompt 8e worden. Dat is helemaal geen slechte prestatie voor iemand die nog niet aan deze auto gewend is. Bovendien had Krap makkelijk 7e kunnen worden. Hij liet echter zijn teamgenoot Michel Zandstra voorgaan. Omdat Zandstra er beter voor zat in het kampioenschap. Een soort Ferrari teamorders dus in de Renault Clio racerij. De witte auto is Natasha Smit. Ze eindigt haar race niet zo goed. Het lijkt alsof ze wordt geraakt, maar dat wordt ze niet. Robert van den Berg slingerend naar de zegen. Zijn eerste overwinning in de Renault Clio is een hele mooie. Dan zien we Fred Krap in beeld Michel Zandstra voorlaten. Dat gebeurde hier. En Marcel Kessler die nog net 10e wordt. De uitloopronde, Robert van den Berg geflankeerd door Sebastian en Michel Blekemolen. Die laatste later was eerst aan het woord. Ik had het erg moeilijk, want ik moet Sebastian natuurlijk niet lastig vallen. En zeker aan het eind kwam Frans Verschuur dichterbij, dus ik had het heel erg om mijn zenuwen. Ik wist ook niet wat ik moest doen, want ja, bij Sebastian prikken, dat betekent ook terugvallen. Dus ik zat alleen maar te open, Sebas, gas, gas, gas. Maar ik zag dat hij wat moeite had met zijn autootje, meer dan ik in ieder geval. Dus, maar goed, het liep goed af. Had niet een paar ronden langer moeten duren, denk ik. Ja, het was eigenlijk een heel erg heftig ongeluk in de eerste bocht, na de eerste ronde, na de start. Ja, en het maakt toch altijd natuurlijk een beetje de stempel op de race. Er werden doeken voorgehouden. Ik begreep net dat het wel goed gaat met Hugo, want het was Hugo Charles. Dus ja, dat is altijd een naar begin van de wedstrijd. Ik was iets door uit mijn concentratie, maar voor het kampioenschap is voor mij een goede race geweest. Robert van den Berg had een heel goed autootje en hij gaf absoluut gas vandaag. Ik heb het met eigen ogen kunnen zien, ik heb de hele tijd achter gereden. Ja, eigenlijk perfecte race. In het begin was hij weer heel listig achter. Ik heb een paar keer zwart, ben ik dus een paar keer zwart afgevlogen. Ja, eigenlijk continu een klein beetje weglopen. Was gewoon perfecte race. Niks geen problemen gehad in principe. Ja, alleen lastig van die lange pacecut situatie. De motor wordt heel heet, de banden worden best wel warm. Dus maar voor de rest ging het perfect. Het ging inderdaad perfect. Robert van den Berg finish met 1,5 seconde voorsprong op Sebastian Blekemolen. Patrick de Jong wordt 14e overall, maar is daarmee wel eerste in de Michelin Renault Junior Cup. De stand in het klassement dan. Sebastian Blekemolen horen we zeggen dat hij goede zaken had gedaan voor het kampioenschap. Dat klopt, hij staat eerste. In de Michelin Renault Junior Cup is het opnieuw Patrick de Jong die aan de leiding gaat.
Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus staat het circuitpark in Zandvoort weer in het teken van de Marlboro Masters. De toppers uit het Frans, Duits en Engels kampioenschap strijden om de Formule 3-titel. Verder een demonstratie van het team van Ferrari. Daarnaast ook wedstrijden van het DTCC, de Alfa 147 Challenge en de Renault Clio Cup. Zaterdag 10 en zondag 11 augustus aanstaande, de Masters op het circuitpark in Zandvoort. Grand Prix, welkom. We gaan naar onze collega's op het vernieuwde circuit van Hockenheim, waar we gaan kijken naar een dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom vanaf het paddock van de Hockenheimring. En eigenlijk moet ik zeggen de vernieuwde Hockenheimring, want 85% van deze baan is helemaal nieuw. Korter geworden ook, dat mag heel duidelijk zijn. En dat is ook eigenlijk het leuke van dit weekend, want ja, de teams hadden er tot vrijdagochtend nog niet gereden. Er waren wel wat teams die een computersimulatie losgelaten hadden op die baan. Maar het echte werk, dat voel je pas als coureur als je op die baan zit. Wat ook lastig is, zijn de banden voor hier. Waarom? Ja, men wist niet hoe dat zat met het asfalt. En er zit een hele lange linkerdoordraaier in. Verder gaan we natuurlijk kijken naar het gevecht om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Nadat Michael Schumacher zijn vijfde wereldtitel zeker gesteld heeft. Wat gaat het worden? Dat gaan we straks zien. We gaan nu beginnen met onze voorbeschouwing. Zoals altijd, het nieuws van de vrijdag. We beginnen het nieuws bij het team van Toyota dat natuurlijk ja, zijn tweede thuiswedstrijd rijdt. Nürburgring en nu deze. Belangrijk is dat ze voor de kwalificatie een nieuwe upgrade van de kwalificatiemotor meegenomen hebben. Wat ervoor moet zorgen dat de heren wat harder gaan. Dan komen we bij de mannen van European Minardi. Toch wat zorgen daar omtrent de positie van Mark Webber. Niet dat zij hem niet willen houden, maar er zijn andere teams die aan hem trekken. En hij kan wel eens een belangrijke sleutel zijn op weg naar misschien de oplossing voor heel veel invullende stoeltjes. ACTech en European Minardi hadden wel wat nieuws. Een nieuwe wing endplate waarbij deze uitholling wat dieper gemaakt is. En ook als je de flap aan de zijkant bekijkt zie je dat hij niet meer helemaal recht loopt. Maar er is een schuin randje aangemaakt. Dit omdat men verwacht dat die lange linkerdoordraaier op de nieuwe baan hier, waar we straks nog over te praten komen, dan toch wel wat problemen kan geven. Dat verwachten ze ook nog steeds met de achterwielophanging. Dus zit hij maar helemaal ingepakt. Te zorgen dat hij daar in ieder geval niet gaat knikken. Team van Arrows, toch weer een weekje overleefd. Laten we daar reëel in zijn. En ze weten dat ze onder toezicht staan van de FIA. Een truc zoals ze die in Frankrijk gedaan hebben met minimale deelname mag niet meer voorkomen. Wel een nieuwe sponsor. Daar staat Meta Design op de zijkant van de auto. En het enige wat ze gedaan hebben, ze hebben een iets andere flap hier onder de voorvleugel gebouwd. Met een heel klein rechtopstaand randje aan de achterzijde.
Dat rechtopstaande randje, dat noemt men normalerwijze een gurney. Allemaal een beetje gissen omtrent de situatie op de nieuwe baan in Hockenheim. Normaal gesproken hoge topsnelheden en weinig downforce. Nu veel meer downforce. Bij Jaguar zal het ook spannende tijden worden, want men heeft nu van moederbedrijf Ford de opdracht gekregen om 12 weken lang te kijken wat ze eraan moeten doen om die auto op het podium te krijgen. Lukt dat niet, dan gaan ze wel zeer zeker nadenken. Hij is in ieder geval bezig bij het team van Jaguar Racing en heeft voor deze wedstrijd iets andere remmen op de auto zitten. Men heeft gepraat met AAP en men heeft besloten om andere schijven, andere blokken te gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat de auto op een wat betere manier tot stilstand komt. Dan zijn we aanbeland bij het team van Renault. De mannen uit Viry-Châtillon, die eigenlijk een heel groot opleidingscentrum hebben waar Carlo van Dam bij zit. Daar een opvallend ding op de auto. Zo ging die ook naar de keuring. Desgevraagd wist een van de monteurs met te vertellen dat dit de setting is die voor de race gebruikt kan gaan worden als het heel heet is. Men heeft namelijk aan de ene kant van de auto meer koeling nodig dan aan de andere kant. Als je van achteren kijkt zie je duidelijker wat er aan de hand is. Een groot verschil tussen rechts en links. Links ziet het er zo uit, met een flap die onlangs geïntroduceerd is. Als je naar de rechterkant gaat, dan zie je dat er een veel groter gat is waar veel meer lucht vanuit moet komen. En zo willen ze dus kijken wat het beste is om te gebruiken. Ook daar wat angst voor die lange doordraaiende bochten. En hier hebben ze wat versterking aangebracht op de achterwielophanging. Nogmaals, ja, het is toch een beetje een onzeker deel. En het zit natuurlijk allemaal daar rechtstreeks in die warme luchtstroom die uit de uitlaten komt achter de auto. En dan van de week de overstap van Jenson Button van Renault naar BAR. Het lijkt alsof nog niet alle monteurs het erover eens zijn. Althans, als je deze twee ziet. Want dat was meer een spelletje waar het over ging. Button dus voor de komende 2 jaar naar de mannen van BAR. Die een contract getekend hebben met onder andere ook Trevor Foster, voormalig Jordan. En NTT Docomo, grote telecomgigant uit Japan. Ook veel teams nog bezig met het uitzoeken van de versnellingsbakverhoudingen voor deze baan al hier. Giancarlo Fisichella, hoe ging het met hem? Hij moest zich melden bij Sid Watkins. Maar gelukkig voor Giancarlo was hij er gewoon weer bij. En kon hij dus vrijdagochtend zijn pak aantrekken. En met frisse tred richting de auto gaan. Auto die voor dit weekend voorzien is van een nog betere versie van de Honda motor. Vorige week alleen gebruikt eventjes door Takuma Sato. Dus voor Fisichella wordt dit een hele nieuwe ervaring. Het enige wat het team wist te vertellen wat ze veranderd hadden was een randje aan de onderkant van het bargeboard. Ze hebben dat wat verder doorgetrokken. Dit is echt een belangrijk deel op dit moment waar de meeste teams aan het werken zijn om die luchtstroom langs die auto te krijgen. En dat zie je ook weer bij het team van Sauber. Ook daar wordt veel gepraat. Nick Heidfeld is de man die mag blijven. De overeenkomst en de optie is opgenomen. Maar wat echt nieuw was bij Sauber was het bargeboard ook daar weer. Een dubbele zoals ze hem eigenlijk een beetje kennen van Williams. Zoals McLaren op dit moment runt. Zoals Jaguar hem een tijdje gerund heeft. Voor de heren van Sauber in lange tijd eigenlijk een serieuze, significante aerodynamische verandering. Hier zie je duidelijk dat het 2 lagen zijn die naast elkaar opereren. De positie van Felipe Massa nog onder druk staat daar, dat weet men niet. Dan het team van Williams, ook daar weer verandering aan de bargeboards. Het lijkt alsof ze daar wekelijks weer een ander systeem verzinnen. En als je het allemaal ziet, dan moet het toch aerodynamische abracadabra zijn als je er echt niks van snapt. Maar ga er maar vanuit, als het niet werkt, dan zit het niet op dit soort auto's. Het team van Williams overigens druk bezig om de betrouwbaarheid een beetje in de hand te krijgen. Dan het team van McLaren, pitstopoefening. En let op, dit is een normale pitstopoefening. Maar dan, een paniekcall. Die auto gaat weer terug en dan komen er van rechtsmannen aangerend met banden. Net alsof er iets fout gegaan is en dan moet het spel weer opnieuw gaan beginnen. Vele keren hebben ze dat gedaan donderdagmiddag in de pitstraat. Gaf ons de gelegenheid om McLaren wat dichterbij te bekijken. En ook daar weer verandering aan de bargeboards. Een tweede flap aan de voorzijde erbij. Het is eigenlijk 1 groot tunnelgedeelte. En helemaal onderaan dat witte vlekje. Dat is eigenlijk nog een heel klein extra streepje wat er zit. Op deze achtervleugel was er weer met die hap eruit. Vorig jaar ook al gezien. Raikkonen reed er plotseling mee voor een race in Frankrijk. En dat ging natuurlijk bijzonder goed. En dit is de spiegel die er al een tijdje op zit, maar het was lastig om er een shot van te krijgen. Nu dan wel in 2 gedeelde spiegel voor de McLaren's. Met eigenlijk een groot hoeksysteem in het buitenste gedeelte van die spiegel. En dat doen de heren goed. Veiligheid boven alles. Dan werd bekendgemaakt dat Mika Hakkinen echt definitief zijn helm aan de wilgen heeft gehangen. Bij de coureurs Raikkonen en Coulthard werden voorgesteld als nieuwe mannen voor het volgend jaar. En dus is dat definitief het einde van Mika Hakkinen. Die wat mij betreft dan toch met veel te stille trom uit de Formule 1 vertrokken is. Dan de mannen van Ferrari. Lekker relaxed liepen ze erbij. De wereldtitel bij de coureurs is binnen.
wereldtitel bij de constructeurs zit er wellicht aan te komen. Kleine verandering aan de wing end plate, aan de buitenkant daarvan, daar waar dat beetje van Bridgestone op staat. Dat lijkt geïntegreerd te zijn. Als je naar de andere kant kijkt, dan zie je beter dat het meer één geheel is en een schuin vlak is wat afloopt. Wat Ferrari wel gedaan heeft voor dit weekend, is een aantal monteurs meegenomen uit het testteam. En het kan dus wel eens zijn dat ze daar een probleempje krijgen. De voorwielophanging is wat aerodynamisch aangepast. Daar zat al zo'n half vleugeltje, maar goed, daar ga je weer. Het is nu weer een halve centimeter langer geworden, omdat het aerodynamisch sterker is voor de flow richting de achterkant van de auto. Als we die achtervleugel goed bekijken, dan zie je dat er onderaan een klein lipje bij zit. En als je boven kijkt, dan vind ik het nog verrassend dat je ziet dat de bovenste plaat niet helemaal rechthoekig aansluit op de wing end plate, dat witte gedeelte. Maar daar loopt een stukje ronding, zodat er in ieder geval geen druk op gebouwd kan worden. En ook hier hebben ze nog steeds overal die sensoren zitten om die achterkant van die auto maar goed in de gaten te houden. Op dat nieuwe gedeelte hier in Hockenheim, want dat was voor velen toch een behoorlijke schok. Want ja, wat moesten ze ermee? Hetzelfde geldt voor de bandenfabrikanten die daar natuurlijk over nagedacht hebben. Bridgestone is driftig bezig geweest. Hier hebben computersimulaties waar ze het een en ander mee doen. Waarbij ze zeggen, ja, we kennen het oude gedeelte. Wat is het asfalt wat in het nieuwe gedeelte gebruikt is? Heren van Michelin maken zelfs foto's van dat asfalt. Laten het microscopisch onderzoeken. En gaan zo kijken of ze kunnen komen tot de juiste samenstelling van een band. Waarbij ze natuurlijk bij Michelin nog altijd een iets andere visie hebben dan bij Bridgestone. De Michelin mogen deze groeven uiteindelijk aan het einde van de rit best een flink eind verdwenen zijn. Bij Bridgestone houden ze vol aan dat er minimaal een paar nog op moeten zitten. Ja, de FIA heeft dat grijze gebied aangegeven, dus jammer maar helaas. Complottheorie dat dan de Ford Cosworth motor naar Minardi zou gaan. En dan zou Jos Verstappen bij wijze van spreken de plaats van Alex Junker innemen. Nou, dat is toch een aardige complottheorie. Hè? Ja, met complottheorieën kun je een heel eind gaan. Ja, nee, ik moet je zeggen dat in de Formule... Sky the limit. Ja, maar in de Formule 1 is de sky absoluut de limit, zoals jullie beiden beter weten dan ik. Goed, op een circuit zijn de coureurs met hun gevolg op de startgrid gearriveerd. En dat betekent dat ook onze verslaggevers ter plekke zijn voor het laatste nieuws voor de race. Rick Winkelman, Jack Ploy en Olaf Mol loodsen u tussen coureurs en wagens door. Nou, dames en heren, welkom vanaf de Hockenheimring. Hier loopt Michael Schumacher naar zijn auto toe. Hij zag zojuist deze auto voorbij komen. En daar zit Rubens Barrichello weer eens. Het is niet te geloven, maar wel waar. De auto van Rubens Barrichello is zojuist alweer van de grid geduwd. En dat betekent dat Barrichello in dit geval de mazzel heeft dat men, doordat die wereldtitel al binnen is bij Michael Schumacher, ervoor gekozen heeft om hem de reserveauto te geven. En dus staat alles in deze auto. Je praat dan over stoeltjes, je praat dan over settings, je praat dan over pedalen. Helemaal klaar voor Rubens Barrichello. Maar hij moet wel weer in de reserveauto starten. En ik heb nieuws voor hem. Hij heeft nog 40 seconden om de pitstraat uit te komen. Dan gaat de pitstraat officieel dicht. En zal hij op een ander moment moeten starten. Wat ze waarschijnlijk doen nu is niet al te veel haast maken. Kijk, daar is hij om hem helemaal goed in die auto te zetten. Die auto nog even achteruit, anders haalt hij dat niet. 30 seconden heeft hij nog de tijd om de pitstraat door te komen. Ja, dat mag hij toch binnen de snelheid doen. Oude auto naar binnen. Barrichello, de pitstraat uit. 38, 39, 40 gaat hem altijd lukken. Kijk, daar is het licht groen. Dat gaat over 14 seconden echt op rood. En daarmee heeft hij dus nu alweer een momentje achter de rug in deze wedstrijd. Is toch niet te geloven. De wedstrijd die hij ooit wist te winnen. Goed, zoals u weet hebben we vaak wat gesprekjes op dit moment. Dat gaat nu ook gebeuren. Jack Ploy heeft David Coulthard in de buurt. David, can you say in a few words what happened wrong during qualifying? The pace was there, but it was just one of those sessions where you do one run really. You know, the others were just messy and either mistakes or little problems. So it's unfortunate to be out of position, but I think in the race I can come forward. You look very, very quiet and comfortable. That means you have a strong strategy. I missed the end of the question, but I'm looking forward to the race. I think it's going to be quite close. I said you have a strong strategy, I think. Oh, we hope so, but we won't know until we get into the race. Okay, thank you very much. David Coulthard, die alweer afgeleid wordt, want hij moet natuurlijk zo ook weer zijn auto in. Hij zit er heel relaxed bij, alhoewel het natuurlijk wel zijn slechtste kwalificatie is dit jaar. Maar ik denk dat ze bij McLaren nog wel wat dingetjes achter de hand hebben, zodat David gewoon straks naar voren kan komen in de race. Strategisch gesproken gaat het de laatste tijd niet slecht bij McLaren. Daar moeten we met z'n allen heel eerlijk in zijn. Rubens Barrichello riep vanochtend nog dat de auto's die allebei reed erg lekker en rustig voelde. Nu komt hij aanrijden achter aan de grid. Verder vooraan staat Takuma Sato, die een super kwalificatie had. Zijn beste van het jaar, Rick Winkelman. Takuma, qualifying went very well. Warm-up went extremely well. But now the race, that's different.
Yeah, it's been a very good day for us and both of us, really. And I'm really comfortable, you know, very optimistic after the warm-up this morning. Obviously, temperature was going higher now, but very, very good feeling. There's a lot of talk, speculation about the hairpin at the back of the circuit. Might be difficult to the first lap with all those cars. Yeah, probably so many opportunities, but also so many risks as well. You know, bit of a kind of roulette, really. Nobody knows what happened into the hairpin, but we've seen a couple of the accidents through the Formula 3000 and Formula 3. It's going to be really exciting for sure. Takuma Sato, die uiteraard heel tevreden is over hoe het gisteren en vandaag is gegaan. Hij heeft zijn beste kwalificatiepositie van het jaar. En dus voor hem ook de beste kwalificatiepositie ooit. Vanochtend warm-up ging goed. Is hij uiteraard tevreden mee. Want geldt ook voor zijn collega Giancarlo Fisichella. Maar goed, het gaat nu natuurlijk om de race. Ik heb hem even gevraagd wat hij daarvan verwachtte. Met name van die eerste, van die hairpin. Dat je halverwege het circuit op het nieuwe gedeelte. Want die is heel erg krap. En Sato zegt terecht, ja, dat biedt heel veel kansen om andere coureurs voorbij te gaan. Maar tegelijk ook een enorm risico, want er kan daar van alles misgaan. Er wordt wel veel gevraagd van Rubens Barrichello, laten we daar eerlijk in zijn. Want daar is die alweer. Ongelooflijk, wat mij opviel, Jack, terwijl Barrichello nog even gaat piemelen. Maar dat doet hij wel vaker, dus dat is geen paniek. Wordt dan nog even aangesproken door Eddie Irvine. Ross Brawn loopt bij zijn auto, Jack. Ja, Ross Brawn die loopt er in de ronde. Het verhaal hier gaat dat ze elektronische problemen hadden weer met het stuur. En dat is opvallend, want volgens mij was dat de vorige Grand Prix ook al het geval. Ja. Maar dan met de raceauto. En nu weer. Ik loop hier tussen de Ferrari-mensen. Kijk even of ik iemand kan spreken. Want nee, op dit moment eigenlijk niet. Maar Rubens Barrichello is een plasje doen. Maar dat doen wel meer rijders. Zelfs tijdens een hele spannende kwalificatie. Over cool gesproken. Wat dacht u van deze Juan Pablo Montoya? Die rustig eens een kijkje neemt bij de concurrentie. De man met baard is Enrique Scalabroni rechts in beeld. Een van de hoge bazen van AsiaTech. Mensen die aan het plannen zijn om ook met een eigen team te komen. En Montoya kijkt daar nog eens even goed naar zijn concurrenten. Verder riep Gary Anderson vanochtend over de prestaties van onder andere Takuma Sato. Natuurlijk die goede startpositie van Giancarlo Fisichella. Hij zegt, ja, we hebben wat minder downforce geprobeerd op die auto om te kijken of dat beter gaat. Hij zegt, alles gaat zo verschrikkelijk volgens plan dat ik er eigenlijk een beetje bang voor ben of het allemaal wel goed komt. Ja, die dingen gebeuren ook. Bij Sauber was men tevreden. Heidt zei, alles voelt beter vandaag. Behalve de qualifying hebben we eigenlijk continu in de top 8 gereden. En dat bevalt ook hem bijzonder goed, dat mag duidelijk zijn. De hardere keus van de banden bij McLaren hoopt David Coulthard dat dat een goede is. Na Rubens Barrichello, wiens hartslag nu wat rustiger naar beneden kan. En laten we hopen dat hij het dan nu gehad heeft. Hè? Dat kan natuurlijk ook nog. Ron is inmiddels terug. Men controleert die auto. Voelt het goed? Wat doen we? Ook hij met de wereldkampioenschapspet van Michael Schumacher op. Dat zien we ook niet zo vaak overigens. Lijkt overigens heel even Ross Brawn bij die auto. Als ze daar nog een keertje een beslissing namen van doen we er nog wat mee. Of laten we het zoals het is. Nee, het zit wel snor. Als ze nu nog veranderen, dan moet hij trouwens sowieso uit de pitstraat starten. Dus dat zullen ze zeker niet doen. Maar voor Rubens Barrichello begint het allemaal weer met een heel klein hobbeltje. De vorige wedstrijden was dat bij het vallen van de vlag. Of in het dan het moment dat de lichten uitgingen. Laten we hopen dat hij het nu dan alvast gehad heeft. Renault riep het wordt een moeilijke wedstrijd voor ons. En we hebben een soort onbalans in de auto waar we niet helemaal ons lekker bij voelen. Toyota zegt, ik denk dat de wedstrijd voor ons een behoorlijk gevecht gaat worden. Het zal zeker niet meevallen. En bij Williams riep Juan Pablo Montoya, de auto voelt in ieder geval wat constanter dan dat hij dat tot op heden gedaan heeft. Goed, hoe gaat het verder hier in Hockenheim? Dat zien we straks als we terug zijn op dit circuit. Met de start van de grote prijs van Duitsland. Wat gaat het hier brengen op de nieuwe baan? U ziet het als we terug zijn. En dan met de start van de wedstrijd. Graag tot zo. Iedereen blij dat zometeen de race gaat beginnen. Laten we eerst nog even kijken naar wat statistiekjes van bijvoorbeeld vorig jaar. Hoe zag het er toen uit? Duitsland 2001, nou, het circuit, dat weten we, dat is Hockenheim. Het was bewolkt, warm, droog, de temperatuur was 29 graden. De temperatuur van het asfalt toen was 34 graden. En let u op, er werden toen 307 kilometer gereden en daar hadden ze 45 rondjes voor nodig. De baan is veranderd, is iets korter geworden, 306 kilometer ruim. En nu moeten ze 67 ronden afleggen. Dus
45 vorig jaar en 67 in pole position. Vorig jaar was voor Montoya 1.38, 1.17. De winnaar was Ralf Schumacher, 1:18.17. Die tijden zeggen niet zowel, die veranderen nu natuurlijk ook. Snelste stop was voor Barrichello, 28.910.000 van een seconde. En de langste stop was voor Montoya met 50 seconden ruim. Dat voor wat betreft de statistieken. En vanaf 93 ziet u de winnaars. Van onderaf moet u kijken. Alain Prost, Gerard Berger, Michael Schumacher in 95, Damon Hill. En dan Berger, Hakkinen, Irvine, Barrichello en Ralf Schumacher. Oh, zult u zeggen, nu heb ik ook het antwoord op de vraag. Ja, dat heeft u goed. Gaan we verrassingen zien, Mike? Nou, misschien wel. Als je die statistieken ziet, zie je heel vaak altijd bijna dezelfde winnaars. Silverstone en zo. Ja. Maar hier, ik hoop van wel. Ja, dus? Ik denk dat het een hele spannende race wordt. Omdat die Honda-motoren, die zullen denk ik in de race er heel sterk uitkomen. Omdat die met dezelfde motoren, vrijwel dezelfde motoren rijden als in de kwalificatie. Ja. En ik denk dat de McLaren's ook met de hogere temperatuur, met de Michelin-banden naar voren zullen komen. Hebben we in Magny-Cours gezien, met Räikkönen. Ja. Dus ik denk dat het een hele leuke race wordt. Misschien niet helemaal in de kop, maar gelijk erachter wel. Met een verrassende winnaar misschien? Dat denk ik niet. Nee, het wordt toch M. Schumacher. Ik ben er ook bang voor. Oké, okay, goed. Nou, de coureurs zitten in hun wagens in afwachting van de Parade Lap en aansluitend de start voor de Grand Prix van Duitsland. We gaan dus naar Duitsland, naar onze verslaggevers. En dat zijn, dat weet u, Rick Winkelman, Jack Ploy en overal commentator Olaf Mol. Je bent terug in de RTL Grand Prix studio hier in Hilversum. Nou, we hebben zojuist de Grand Prix van Duitsland gezien. Daar praten we straks over met onze analisten Jan Lammers en Mike Heesemans. U weet het, u kunt nog steeds tot en met aanstaande vrijdag meedoen met de prijsvraag. En de vraag die luidt... De vraag is, hoe vaak sinds 1995 won Michael Schumacher de grote prijs van Duitsland hier op Hockenheim? Is dat A, 1 keer, B, 3 keer of C, 4 keer? Won Schumacher sinds 1995 A, 1... B, 3 of C, 4 keer de grote prijs van Duitsland op Hockenheim? Weet ik je het antwoord? Bel 0909-300-3837. En dit zijn de prijzen die jij kunt winnen. RTL Grand Prix Reizen verzorgt jouw reis naar een van de Europese Grand Prix. Een compleet pakket met sportieve vrije tijdsmode van Fila. Deze BBS velgezet, de Jos Verstappen Edition, onder jouw auto gemonteerd. Een jaarabonnement op Race Report, het Formule 1-magazine van Nederland. Een Vodafone Easy-pakket, inclusief Ferrari-gimmicks. Iedereen die een goed antwoord heeft doorgebeld... maakt aan het eind van het seizoen kans op de hoofdprijs. Een Fiat Stilo Apart, met onder andere een Formule 1-schakelsysteem... en spraakgestuurde Connect Info Telematica Unit. Die vraag die stelden wij vanmiddag voor 2 uur. Dus u moet antwoord geven op de situatie hoe die vanmiddag voor 2 uur was. Dus hoeveel maal won Michael Schumacher de grote prijs op Hockenheim? En dat is dus zonder de race van vanmiddag. Zonder de race van vanmiddag. Ik hoop dat u het begrijpt. Jan Lammers, Mike Heesemans. Nou, jullie begrijpen het in alle geval. Nou, dat is uitgekomen wat we gezegd hebben. Ja, daar was geen helderziendheid voor nodig natuurlijk. Maar de reeks blijft natuurlijk enorm indrukwekkend. Langzij gekomen bij Nigel Mansell. Ja. Dus hij heeft nog maar 1 race te winnen dit jaar. Oh, en dan heeft hij dat record ook gedaan. Ja. Maar ik denk dat het nog wel meer worden dan 1. Ja. Goed, nou de start waarvan... Ja, jij bent altijd onze startman, een beetje hoop. Kon er eens wat misgaan. Er ging helemaal niks mis? Nee, nou ja, er ging niks mis. Er bleef er eentje staan. Ja, oké, maar niet. Er ging niks nee, in principe ging het heel goed. We hebben natuurlijk vrij veel ruimte. Ja. En nu tegenwoordig staan er niet meteen meer grindbakken, maar ze leggen ook nog een beetje asfalt neer. Zag je Irvine ook helemaal buitenom. Ja. Dus dat is wel een groot voordeel. En gewoon minder risico. Nou, laten we even kijken naar die start. Want dan weten we ook meteen waarom Heinz Harald Frentzen blijft staan en zo. Hier gaan we. Nou, verdomme Jan. Ja, de Schumacher komt natuurlijk heel goed weg. Slechte start van McNeese ook, achterin. Ja. En je ziet daar wat ik net zei, hier zie je Irvine rijden. Dat is natuurlijk het voordeel. Als dit als 2 jaar geleden geweest was, dan stonden er alweer... Daar hadden natuurlijk veel meer mensen in competitie zo. Ja. Dus dat vind ik wel een van de beste verbeteringen die tegenwoordig de nieuwe banen doen. Zeg maar Jan, je wou wat zeggen? Ja, het is natuurlijk een voordeel dat Frentzen al redelijk achteraan stond. Want vorig jaar bleef Schumacher staan. En daar reed toen Luciano Burti bovenop, wat we net gezien hebben voor de wedstrijd. Maar je ziet hier, omdat Frentzen achteraan bleef staan, was dat redelijk gevaarloos. Je ziet 2 of 3 auto's moeten er omheen.
En Webber had ook nog even een probleem voordat hij eindelijk de vaart had. Nou, dan zien we Irvine, die zien we eraf gaan. En dan is het voordeel dat er geen grindbakken liggen. Hier vanuit de wagen van Montoya nog even. Overigens zie je dat de slechte start van Webber eigenlijk hem toch niet zoveel benadeeld heeft in de race. Want in de race vond hij goed aansluiting, dus hij deed goed mee. Oké. Goed, Mark Webber, daar is van gezegd dat hij naar Jaguar zou gaan. Is die kans groot? Ik vind het niet zo'n boeiende. Op dit moment zijn er natuurlijk wat vragen rond Jaguar van wat gaat daar gebeuren. Ja. Dus ik zou eerst eigenlijk erg benieuwd zijn van wat gaat daar gebeuren. Wordt het een positieve verandering? Mm-hmm. Dat hopen we met z'n allen natuurlijk. En als Mark Webber erheen gaat, denk ik dat een goede beweging zou kunnen zijn. Toch wel? Ja. Oké, dan zien we een prachtig stukje autoracen met Montoya en Räikkönen. Laten we daar even naar gaan kijken, Mike. Want dat is echt helemaal top. Ja, dit is geweldig natuurlijk. Kijk, dit soort mensen heeft natuurlijk ook Formule 1 nodig. Soms dan denk je van, hij is wel heel erg wild. Maar dit is gewoon echt, hier sta je. Räikkönen geeft Montoya geen meter, hè? Nee, ik moet zeggen, hij laat hem natuurlijk wel nog een beetje leven. Want hij snijdt hem niet. En Räikkönen ook, zie je. Ze snijden elkaar niet echt helemaal de baan af. Ja, en hier komt hij dan aan de binnenkant. En dan vind ik wel heel knap. Räikkönen blijft hier gewoon buiten omrijden. Dat is natuurlijk wel... Ja, wel goed, hè? Ja, wel heel goed. Want de volgende bocht is weer naar links toe. Ja. Maar ja, dan heb je natuurlijk door die stenen heb je natuurlijk minder grip. En de baan is... Je ziet ook op deze baan, omdat hij nieuw is, hij is heel stoffig. Je ziet maar dit is nog wel lef, hè? Ja, dit is heel mooi. Wat ik ook heel belangrijk vind om op te merken. Overigens, in 1998 woonde deze Räikkönen in Nederland, geloof het of niet. Ja, toen heeft hij bij die kartmanier in Schiedam. Hij is in, even kijken, in 1999 voor het eerst begonnen met autoracen met Formule Renault. Ja. En toen in één keer zat hij in de Formule 1. En waarvan iedereen zei, toen hij uit die Formule Renault kwam, van dit kan niet. Kan niet, weggooien, stoppen, dat is onmogelijk. Bijna iedereen heeft dat gezegd. En hij maakt waar dat toch wanneer het talent er is... dat je niet per se die route hoeft te volgen die iedereen veronderstelt... dat je moet volgen, Formule 3 enzovoort. Ja, klassieke verhaal, hè. Wat goed is, komt snel. Het is nog sterker dus. Hij begon in 2000 met autoracen. In 2001 zat hij natuurlijk bij Sauber vorig jaar. En dit jaar gewoon heeft hij vorige race om de kop gestreden. Ja. En als je ziet wat voor karakter die nu toont ten opzichte van Montoya... ook niet eerst de beste qua gevechten... Klasse. Dan denk ik dat het gewoon eigenlijk wat hij daar etaleert is gewoon... hij adverteert de autosport, de kartsport eigenlijk. Dus je ziet dat als je... Mike weet alles van de kartsport. Ja. Dat de kartsport is gewoon een fantastische bakenmat. Daar kun je al heel erg veel in het voortraject verkennen. Ja, nou, voor degenen die dat niet weten... Mike Heesemans is... ik wou bijna zeggen honderden jaren voordat hij eindelijk een echte coureur werd... is hij karter geweest. Ja, ja. Want, heel vroeg, van een jaar of 12. En jonger, maar goed. Ja. Hij reed al, toen hij 12 was, reed hij als 15-jarige meegelopen. Ja, de wereldkampioenschap. Vervalste paspoorten en zo. Ja, je weet er alles van. Ja, ik ben erbij geweest. Oké. Laten we daar niet al te lang bij blijven stilstaan. Laten we even naar Heinz-Harald Svendsen, die bleef staan. Laten we eens even horen, wat gebeurde er eigenlijk, Heinz-Harald, bij de start? The engine that died, so that was it. So then you had to go through the pits, and then you had not so good result. No, we had a problem then later on. I mean, the race was over anyway. It was two laps into the race. I came in, and then we had a hydraulic leak. What can you do to prevent that for the next race? We're working on it. Surely we'll work. Testing. We will see. Thank you. Ik zou het leuk vinden om een beetje te testen. Ja, het spul kwam niet van de start af. Dan ben je klaar. Ja, dan ben je geklopt. Ja. We hebben, Barrichello kwam weer met de schrik vrij natuurlijk. Ja, dat is ongelooflijk. Overigens, Barrichello viel natuurlijk terug door die pitstop, dat probleem. Maar ik vond Barrichello in het begin van de race... viel een klein beetje tegen dat hij niet gelijk kon aansluiten. Dat was jammer, maar... Natuurlijk ook een reserveauto, dus misschien reed, toch iets anders. Een reserveauto. Ja, die moeten wel tegenwoordig. Maar goed, van Frenzen hebben we dat dus gehoord en gezien. Toen kregen we een situatie met Trulli. Die kreeg tenslotte een drive-through penalty. Omdat die blauwe vlag genegeerd zou hebben. Zullen we even gaan kijken wat er gebeurde? Of de drive-through hebben we, of het moment dat Ralf Schumacher... Nee, dit is dat moment. Kijk. Ralf Schumacher boos op Trulli. Olaf die vroeg zich af in zijn commentaar, hier is die drive-through penalty. Die vroeg zich af in het commentaar, Jan en Mike,
Hoe is jullie mening daarover? Als je blauwe vlaggen hebt, hoe lang mag je dan eigenlijk onder die blauwe vlag blijven rijden? Wanneer is het moment dat je zegt, nu moet ik hem er langs laten? Nou, ik weet niet precies wat de regel is. Zo uit het boek. Ik vind alleen dat je team A, vind ik dat hij tegen jou moet zeggen. Ja. Kijk, als jij natuurlijk net zoals Ralf Schumacher, die op elke tiende aan het vechten is om dichter dan zijn broer in te halen. Ja. Dan vind ik, dan moet je gewoon als Trulli, dan moet je gewoon team zeggen, dan moet je klaar aan de kant opzouten. Ja. Ja. En ben je zelf in gevecht en er komt iemand aan. Ja, dan vind ik, ja, dan mag je nog wel best wel lang blijven. Dat is mijn persoonlijke mening. Dat is het meest logische, vind ik. Dat is een persoonlijke interpretatie. Nou, het is wel gewoon algemeen... Blauwe vlag is toch aan de kant? Sorry, wat? Blauwe vlag is toch aan de kant? De officiële term is gewoon dat de blauwe vlag, dat is van er bevindt zich een snellere deelnemer achter u. Dus maak je klaar om voorbij te laten. Maar er is een ongeschreven wet gewoon met rijden zonder elkaar. Is dat je eigenlijk nooit als achterblijver in het gevecht om de kop moet gaan bemoeien. Dus hij had gewoon plaats moeten maken op een manier dat hij niet het gevecht tussen Ralf Schumacher en Michael en natuurlijk de anderen in de war heeft gebracht. Dus hij had eigenlijk aan de kant moeten gaan zonder dat dat beïnvloedt. Oké, goed. Nou, dat is wat betreft die drive-through penalty die dan ook terecht heeft gekregen. Dan zagen we, nou ja, Toyota, dat weten van, doen het niet slecht, maar ook weer niet helemaal super top. McNish deed het goed tot hij zijn motor aan de kant, zijn wagen aan de kant moest zetten. En wij vroegen hem na afloop wat er allemaal precies gebeurd was. Second disappointment in a row. I don't like seeing you before the start of the race or the end of the race. It's frustrating, there's no question about it. We had a car that was actually coming to us. At the beginning, some of the Bridgestone runners were very quick. I think they started new tyres, but the Michelin's really started to work towards the end of the stint. You soft on hard? We were actually on the soft one. And you saw with Renault, they had a problem as well with the tyre. It was totally blistered. Yeah, when we started sliding at the beginning of the race, I realised that was a possibility, and so therefore I was conserving the rear tyre. It was easy to go past the Renault because he was struggling with so much lack of grip. But I think the rest of the race would have been even stronger for us. You had a good pit stop, and then what happened? It didn't accelerate. For some reason, we had a hydraulic problem, don't know why, and eventually it stopped at the end of the straight. Okay, Hungary, next chance? Yes, exactly. 3 weeks, we'll lick our wounds, we'll come back to Hungary stronger. Hij heeft wel humor, die McNish, maar het is natuurlijk wel intragisch. Want dit gebeurde hem ook in de Grand Prix van Frankrijk, in Adelaide, in die bocht daar toen. En dan staat hij er weer en dan zegt hij ook heel terecht tegen Jack Ploy, jou wil ik pas na afloop van de race zien en niet tijdens de race. Ja, het is gewoon vervelend. Ja, het is ook zijn eerste jaar, dat is natuurlijk, komt altijd alles samen, dus het is niet zo fijn. Maar ja. Maar hij doet het goed, toch? Ik denk dat gewoon het hele Toyota-team het gewoon verrassend goed doet dit jaar. Misschien niet helemaal verrassend zelfs, dus ze doen het erg goed. En dit zijn gewoon de dingen, ja, dat moet je ondergaan. Ja. En dan moet